Wie heeft de situatie als onveilig verklaard? Heeft u dat gedaan als minister in een brief? Of heeft de president dat geconstateerd? De regering heeft dat gedaan. De regering heeft dat gedaan. Die heeft vastgesteld, niet de president, niet de minister van Justitie. De minister van Justitie heeft zich afgevraagd vanwege wat ik constateerde of er niet iets mis is met de rechtsstaat. En geloof me, je moet veiligheid niet interpreteren als ik hoor geen bommen en granaten en schoten. Dus de zaak is veilig. Veiligheid is abstract en concreet. Concreet is de riots, hè? Die opstanden en er worden stenen gegooid en er wordt geschoten en weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Is ook een vorm van onveiligheid. Dat abstracte is dat met die staat iets is gebeurd. De staat is ook abstract. En staat wordt in stand gehouden door de verhouding tussen de trias politica en het respect dat die trias politica, die machten die daar zijn, voor elkaar hebben. En wanneer, en ze hebben, er is ook een checks of balance tussen ze. Ze controleren elkaar en daardoor blijven ze evenwicht. En wanneer dat verstoord is, en niet zomaar verstoord is hoor, ik neem aan dat u het met me eens bent, het zeer ernstig is, dat juist de bewaker van de rechtsstaat zoveel zaken in strijd met de grondwet heeft gedaan. Een zeer ernstige verstoring. En je komt daardoor op het gebied van rechtsonzekerheid. Ik zei u al, dit is een climax, hè. Pakt u dat alsjeblieft, dit is een climax. En je komt al op het gebied van rechtsonzekerheid, burgers die de rechter niet meer vertrouwen, ongehoorzaamheid aan vonnissen. Hoe vonnissen aan elkaar zetten, laat zich neerleggen. Onpartijdige behandeling hebben we niet eens genoemd. Maar dat is ook gebeurd. Enzovoorts. Dan kan je al zien, gecombineerd met wat je al merkt de afgelopen pakweg. Het is eigenlijk zwaarder verhoogd de afgelopen 6 maanden. Want het begon al daarvoor. En het feit dat je doordat de grondwet, die moederwet, het is heel zwaar, die grondwet is zwaar, IAB. De wet is ook zwaar, maar die grondwet is echt zwaar. Dat de grondwet zo vertrapt wordt, dan is de staat in gevaar. En dan valt het onder dat abstracte begrip staatsveiligheid. Dan is de staat in gevaar. Je moet echt niet denken aan schieten. Dat kan ook het gevolg zijn. En dat komt er ook achteraan. Als deze situatie zo doorgaat, geloof me, het kan, ik zeg niet het is, het kan een wortel zijn van burgeroorlog. En weet je waarom? Laten we realistisch zijn. Ik heb niet voor niemand al verwezen naar de grootste politieke partij. Niet voor niemand al. Als er zoveel onrechtvaardigheid is, dat artikel 8 van de grondwet niet van toepasselijk is op de voorzitter, laat me gewoon zeggen, de voorzitter van een politieke partij. Wat denk je dat die achterban van die politieke partij doet op den duur? Als dat maar voortgaat. Dat moet je kunnen overzien. Ga jullie het niet vertalen als intimidatie. Want ik ben al zo gewend dat de pers dingen verdraait. Daarom hoop ik echt dat jullie allemaal dat ding hebben opgenomen wat ik zeg. Weet je, sorry hoor, maar het is gewoon zo. En gelukkig niet voor iedereen, laat me dat direct zeggen. Laat me uitzonderingen direct maken. Gelukkig is niet de totale pers zo. Is er nog voldoende ethiek? Ja. Maar het geldt niet voor allemaal, dat moeten we ook eerlijk zijn. Dan ga je horen me intimideren, met kaars, maar comfort. Maar je stelt die vraag, ik moet het uitleggen. Dat je het kan zien, wat kan komen.
als die imbalance, als die out of balance maar doorgaat. Nogmaals, het is dus de regering geweest